De brochure met de wandelroute langs de Tajiri-knooppunten in Balo is vernieuwd. In het kader van het jubileumjaar van Tajiri is de brochure in een nieuw jasje gestoken. Wethouder Erik Nijssen kreeg het eerste exemplaar uitgereikt. Alsjeblieft, dankjewel. Nou. Het was op 7 december vorig jaar, 100 jaar geleden, dat kunstenaar Tajiri werd geboren. Daarom organiseert Stichting Kunst en Cultuur Balo in overleg met de familie een jubileumjaar. Een groot deel van zijn leven, van 1962 tot zijn overlijden in 2009, woonde en werkte de kunstenaar in Huize Scheres in Balo. In en rondom het dorp springen de knopen van Tajiri uit het oog. Er is een wandelroute gecreëerd die de knopen met elkaar verbinden. De routes zijn vastgelegd in de brochure Beeldenroute Balo en die heeft dus een makeover gekregen. De brochure is te koop via de website van Stichting Kunst en Cultuur Balo en bij het VVV-kantoor in Balo.